hele goede morgen, guys. Ik wil even snel mijn outfit laten zien voordat ik ga vertrekken. Het jurkje is van H&M. Ik heb even hakken eronder. Dat zijn de enige hakken die ik nog fijn vind. Dus deze zijn van de Zara. Mijn voeten zijn echt enorm opgezwollen. Maar deze jurk zit heel fijn. Het is een S'je van de zwangerschapscollectie van H&M. That's it. Vanaf deze kant is het licht altijd zoveel beter. Dus ik laat het ook van deze kant zien. Ik heb nu een afspraak om mijn wenkbrauwen een hele lange tijd te doen. Ik heb het echt zo lang niet laten doen. En ik ben er echt weer aan toe, want ik wil echt een mooie hoek in mijn wenkbrauwen. Dat mis ik echt. Dus daar gaan we voor. Even een lekker snackje mee voor onderweg. Deze schoenen zijn zo funny. Mijn tenen komen er altijd zo uit van de zijkant. Heel slecht ligt dit. Nee, maar ik ga dus mijn wenkbrauwen eindelijk doen. Dat is echt nodig, want ik heb ze lang niet gedaan. En ze lopen nu een beetje rond. Maar ik heb een beetje een rond gezicht. Dus ronde wenkbrauwen zijn niet echt ideaal. Dus ik wil echt een heel mooie boog erin. Dus ik had iemand nodig die echt eigenlijk heel goed kan epileren. Ik wil eigenlijk ook een brow lift. Maar ik had gelezen dat het niet zo handig is als je zwanger bent. Dus dat moest ik even skippen. En misschien ga ik ook nog een tintje doen. Maar ik ga even om advies vragen. Zo. En dan laat ik jullie straks even het resultaat zien. Dit is before. En straks zie je jullie de after. Guys, I'm back. En dit is de after. Oh my god, het is nu heel heftig, want het is natuurlijk ook geverfd. Maar na twee keer wassen wordt het dus iets vager en eigenlijk gewoon perfect. Maar ik ben echt zo blij ermee, want ik heb nu echt een mooie hoek erin. Mijn wenkbrauw is ook niet meer zo lang, zoals jullie zien. Ze heeft ze iets korter gedaan. Vind ik persoonlijk ook echt veel mooier bij mijn gezicht. Maar ik ben er heel blij mee. Een hele goede morgen, guys. Ik ben vandaag met Lemia. Wij zijn weer onderweg naar Amsterdam voor een event samen. Wij proberen zoveel mogelijk samen naar events te gaan, want wij wonen allebei in de omgeving Rotterdam. En het is altijd in Amsterdam, dus dan kunnen we lekker samen rijden, dat is ook gezellig. Dus ja, zodoende vandaag bij een event van Shiseido. Spreek dat zo uit? Shiseido? Shiseido. Shiseido. Volgens mij, het is echt ook een vandaag op dus een event van Shiseido. Ik ben echt bang met Lemje in de auto. Hoezo? Ja, ik ben echt zo bang voor haar. Nee, zij remt zo laat af. Dat is niet waar. Meer die is gewoon bang omdat ik een ongeluk heb gehad. En nu denkt ze dat ik altijd een ongeluk heb ofzo. Ja, echt. Dat we listen en Shanna hebben gewoon de heel hard aankomen. Nee, ik ga het goed komen. Ik doe even mijn bril op, hoor, guys. Want het is echt heel veel licht hier. Ik heb een heel leuk topje aan van de Zara. Hij paste me nog. Ik was zo blij. I love it. En ik heb al mijn beige. Ja. En ik heb hieronder heb ik gewoon een zwangerschapsbroek aan. Ik denk, heb ik lekker veel ruimte. Kan ik een beetje ademen. Oh guys, dit wou ik trouwens vertellen. Gisteren heb ik gevlogd voor jullie. En toen zei ik nog heel leuk van, oh, ik ga een shoplog opnemen. Try out. Bla bla bla. Ik heb toen die wenkbrauwafspraak gehad. Toen ben ik thuis gekomen en ben ik daarna gewoon helemaal in slaap gevallen. Ik ben echt denk ik 4-5 uur later wakker geworden. Dus ik werd wakker en ik was gewoon helemaal bezweet. Niet normaal. Dus toen ben ik, toen heeft Nessie mij in de douche gezet. Oh. Ik was gewoon zo kapot. Nessie heeft me onder de douche gezet. Ik heb gedoucht en daarna ben ik gewoon mijn bed ingegaan. En ik ben vandaag wakker geworden en Lemmy heeft me opgehaald. Ik hoop dat het vandaag een betere dag wordt. Soms ben je gewoon zo uitgeput. En nu met zwangerschap natuurlijk helemaal. Maar dat was echt heel heftig. Alsof mijn hele lichaam gewoon opgaf en zei, jij moet nu gaan slapen. Dus dat was mijn verhaal. We gaan nu lekker naar een event. Wij zijn aangekomen in Amsterdam. Oh, dat reed net gewoon bijna een fietsje tegen mij aan. Ik ben me echt kapot geschrokken. Huh? Oh yeah. Als jij dat zegt, oh, jij moet denken aan die. Thank you.
Hi guys, ik ben net weer thuis. Dacht ik, laat even mijn outfitje zien, want ik had wel leuk om even te doen. Ik heb een blouseje aan van de Zara. Hij is echt perfect eigenlijk nu op mij. Ik heb een topje eronder van de Bershka. Heel handig, zo'n strapless topje. Heb je niet zoveel inkijk. En ik heb zo'n zwangerschapsbroekje aan van de H&M. Heel fijn is deze, echt heerlijk. En deze schijnt dus niet echt door bij mijn billen en zo, want ik had dus een andere beige broekje gekocht van H&M voor zwangerschap. En daar zag je gewoon echt dat ik alles doorheen. Volgens mij zag ik dat in de vorige vlog. Die doe ik dus ook echt niet buitenaan. Maar deze kan dus wel. Hij zit heel mooi op mijn lijf eigenlijk. Ja, je ziet natuurlijk mijn buikje, maar het hoort er een beetje bij. Aan de kant, ik vind het niet zo heftig. Ja, beige maakt natuurlijk wel iets dikker. Ik weet niet of ik nu daarvoor moet kiezen. Niet omdat ik dan dik lijk, maar gewoon... op dit moment is het misschien niet heel mooi om elk detail te zien van je lijf. Zeg maar de overgang van dit naar je buik en zo. Dat zie je allemaal even duidelijk in een beige broek. Dat hoeft voor mij allemaal niet. Ik heb even snel gekookt. Ik ga even een beetje opfrissen, want ik wil graag foto's maken. Ik heb even kippenvleugels in mijn oven gedaan. Dan kan je lekker even tussendoor andere dingen doen. En ik ben sperziebontjes aan het koken. Gewoon simpel en gezond voor mij en Nest. Die komt ook zo thuis met een half uurtje. Dan is mijn eten gewoon klaar. En dan kan ik hem nu even snel opfrissen voor een foto. En ik moet vandaag nog een samenwerking opnemen. Of misschien dat ik het beter morgenochtend kan doen. Moet ik even zo inplannen. Oh guys, ik heb heerlijk gedoucht. Ik heb even een badjas aangedaan. Ik heb echt altijd koud. Ik neem even het dekentje mee. Mijn zwangerschapskussen die ik best mee heb gekregen. Echt, ik gebruik hem elke dag zoveel. En ze is nou lekker voetbal aan het kijken beneden. Dus ik neem mijn spulletjes mee en ik ga gewoon lekker op de bank liggen. Lekker. Hey Nini. Ah. What's up dan? Wat is er? Oh, lekker gedoucht hè? Waarom film je me opeens? Heb je het gedaan? Ik weet niet, heb je het goed gewekt? Ja, school toch niet? Wat is er zo aan de hand? Kijk hoe fucking groot deze spin is. Walla kijk. Dat is fucking goor. Disgusting. Ja guys, het is het leven. Van een man. Als je in een huis woont, alleen. Het is niet allemaal heel erg leuk. We moeten nu de plastic buiten zetten. Oh, jezus. En ik moet voorop lopen voor de spinnen. Misschien is bang van spinnen. Nu moeten we weer de kliko meenemen. Oh, heel leuk. Alleen wonen. Dit is zeg maar het gedeelte dat Nessie haat. Sinds we niet meer in een appartement wonen. Guys, ik ga een lekkere salade maken. Het is nu 10:30. En in de avond wil ik altijd een salade. Van salades, komkommer, sla, olijven. En wat ik nu echt standaard in mijn salade doe, ik denk dat heel veel mensen het heel goor vinden, maar het is nu echt een verslaving van mij. Echt gewoon de heftigste azijn. En dat is de witte natuurazijn. Ik doe echt kapot veel in mijn salade. Ik hou echt van zuur op dit moment. Normaal gesproken ga ik gewoon altijd voor citroen. Maar op dit moment is gewoon heel veel azijn. Oké, ik heb nu alles erin gedaan. Ik moet nu even alles goed mixen. Ik heb een dressing van azijn en citroen. Dat is voor jullie waarschijnlijk heel heftig. Maar ik heb nog olijfolie erin gedaan. Munt en peterseliezout en peper. En that's it eigenlijk. Oh, die azijngeur. I just can't. Zo, en dit is mijn salade. Yummy. I love it. Oké, dat beloof ik al heel lang. Dus laten we het gewoon even doen. Shoplog. Dit is een veel te grote broek van Zara. Die mij nu dus perfect past. Kijk, ik heb nog genoeg ruimte om te groeien. Dus op dit moment vind ik het echt gewoon heel chill. En een topje van de H&M. Ik heb hier een hele set van in allerlei kleuren. Dit is een maatje M. Ik vond de maat S net iets te klein. Kijk, dat is dus deze set. In allerlei kleuren, super handig.
Dus nu zijn mijn topjes gewoon compleet. Oké, het gaat echt een puinhoop worden. Ik ga even tussendoor twee artikelen van de Zara laten zien. Ik heb deze hakken van de Zara gekocht. Ik vond ze echt zo cute. Even kijken. Kijk, en dit is de achterkant. Ik heb gewoon een maat groter genomen, guys. Mijn voeten zijn opgezwollen. Maat 36 is niet meer voor mij. Love it! Kijk, guys. En deze perfecte blazer. Ik heb een beetje ruim genomen. Oh, hij is zo mooi. Dan hebben we deze jurk van de H&M. Heel jammer. Ze hebben de verkeerde kleur gestuurd. Nu heb ik een witte, maar die schijnt helemaal door, zoals je kan zien. Dus deze gaat terug. Ik wou hem graag in het oranje. Een normale witte top. Die heb ik ook in het zwart besteld. Guys, ik heb heel veel topjes besteld. Die ga ik niet allemaal laten zien. Dat is een beetje onzin. Oh my god. What the fuck is this? Ik vond deze top zo mooi op de website. Nou. Guys, wat vinden we van deze jurk? Ik vind hem eigenlijk best wel leuk. Ik had het echt niet verwacht. Heel leuk. Ik ga deze denk ik houden. Heel mooi. Er zit nog een beetje rek in voor herfst. Oh, perfect. Heel mooi. Next. Ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Ik vind dat hij niet zo mooi op mijn lichaam zit als ik heel eerlijk moet zijn. Hij benadrukt mijn rondingen heel erg en dat hoeft bij mij niet echt. Het komt denk ik door die dingetjes. Echt een heel mooie jurk, maar hij zit dus best wel wijd, waardoor ik dus gewoon vierkant lijk. Dit is, nee, dit is niet voor mij. Deze gaat ook terug. Niet verkeerd deze. Heel mooi, heel veel rek nog erin. Ik weet niet. Ook wel een leuk, een ander kleurtje. Ik denk dat ik deze misschien wel ga houden. Love it. Guys, ik vind deze jurk prachtig. Ik hou hem nu vast van achteren. Anders heb je dit. Kijk, ik vind hem echt heel mooi. En als hij iets kleiner is, dan is hij ook natuurlijk iets meer zo omhoog. Ik vind hem heel mooi. En hij heeft heel veel rek. Dus ik ga hem iets kleiner, denk ik, halen. Want hij is echt heel mooi. Dus dat is wat ik ga houden. En deze hele doos gaat terug. Zo jammer, want ik had dus allemaal van die basics gekocht. En ik had heel erg gehoopt dat ze allemaal gewoon normaal pasten. Maar ze zien er niet uit eigenlijk.